De Caribbean Regional Fisheries Mechanism, CRFM, heeft gisteren de vijfdaagse workshop The Value Chain Approach in Fisheries afgesloten. Deze workshop is speciaal georganiseerd voor senior visserijambtenaren om hen te informeren over het toepassen van de waardeketenbenadering. En met de opgedane kennis kunnen zij de inkomsten van de visserijsector maximaliseren. Concreet zal de workshop dus zorg dragen voor capaciteitsversterking. Het doel van deze workshop is om de samenwerking tussen de belangrijke vertegenwoordigers van de overheid en de particuliere sector te versterken. Verder om de visserijsector en aquacultuur op te bouwen en te bevorderen. En om gebruik te maken van de potenties binnen de waardeketenaanpak. De workshop werd uitgevoerd met behulp van deskundigen van de Universiteit van de Verenigde Naties Visserij Trainingsprogramma en de partneruniversiteiten. De Universiteit van IJsland, de Universiteit van Akureyri en de Universiteit van de West-Indies. Zij hebben hun expertise gedeeld in de waardeketenbenadering binnen de aquacultuur en de visserijsector.